translegging op Marondag. Maron Prodowaka. En Tembe Workshop. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Het is dag der Marons, de 48ste om precies te zijn. Sinds 10 oktober 1974 vieren wij de dag in Suriname, die in teken staat van het vredesverdrag en de vrijheid van de Marons. Normaal zou je naar de grote dorpen moeten trekken om de viering groots mee te maken. Maar dit jaar is het feest in Paramaribo. En het begon met de kranslegging bij het monument op het plein van 10 oktober 1760. Dag der Marons is de feestdag voor alle Maronstammen in Suriname. Om enkele op te noemen. Okanisi, Matawai, Pamaka, Quinti, Aluko, Dade Patu, Apisipisi, Malawi, na Wabusi Kondesama, na Wasama Udete. Het is de dag waarop het vredesverdrag van 1760 is getekend met de Sociëteit van Suriname, de naam van de beheerder van de kolonie Suriname. Het verdrag betekende dat vrijgevochten tot slaafgemaakte mensen in Suriname vanaf 10 oktober 1760 als vrije mensen zijn erkend. Het verdrag gold eerst voor de Njuka, ook wel Elkaners genoemd, en met de komst van latere verdragen zoals de Samaka in 1762, de Matawai in 1767 en de Aluku in 1860, kon de andere helft van de Creoolse bevolkingsgroep zichzelf een vrij mens noemen. Tegenwoordig worden vrede, de vrijheid en cultuur van de Marons op deze dag groots gevierd. En dit jaar heel groot in Paramaribo. Het begon bij de kranslegging met toespraken vooraf. Zoals die van de vice-president. Zeg ons maar, je hoort van je mattie dat je moet ondersteunen. Voor president de ASO, Adjafe AP, en vice-president in de ABOP. Maar dan wanneer je wat je taal. Ja? En hoe stak je? Die denk voor je ASO, die wordt daar naartoe. Die komt je af. Maar als je onder zulke omstandigheden denkt, dan staat je bij elkaar samen met je papa en je dikoya. Dan wordt het naartoe. Ja, kon je zo. Dan kon je naar Falau. Ja, naar Falau. Met je bundel kon je wang. Deze is bij elkaar de. De ja, pan is bij elkaar de. Ja, ze was pas om haar joy. Ah, doe je het? Maar look hoe dan? A bundel aan de bus kon je naar de potje oudot in de nade. Met je bundel, maar met je pus even. Met je denk voor wang. Maar wat kunnen ze eigenlijk met jou doen? Ze gaan naar de zangie, hij zegt dat de zangie safe. En zo nou partij, die de naadij, samen kan je 18 oktober die aso. Af en bundel, dan moet je konen ze maar. Denk je balen, dan moet je konen ze maar. Wat voor een wat op? Wat voor een wat op? Dat wat ik die alou naar wang. Die alou naar wang. Alou naar wang. Ja. En ook de president had een boodschap op deze speciale dag. Loi Braziza, me festero no. Na la deftide, na dag voor Amaron, na judei, na midei, na degi ala kondreman. Met ayu grantangi, God bless you. Hierna is er gebeden voor het monument op het plein van 10 oktober 1760 en daarna volgde de kranslegging. Dit is pas het begin van een feestvolle dag. Hierna volgt nog een stoet in culturele kleding, muziek en dans. En eten, drinken en muziek op het Onafhankelijkheidsplein en de rest van de binnenstad. Na de kranslegging was het tijd voor de Prodowaka. Vanuit het Vrijheidsmonument op het plein van 10 oktober 1760 hebben groepen dansend over de Henk Arendstraat gelopen naar het Onafhankelijkheidsplein. In kleurrijke pangies en andere traditionele klederdrachten gingen zij de Henk Arendstraat op. De groepen waren achter elkaar gesorteerd en met zang en dans maakten zij de Prodowaka compleet. Thank you.
Halverwege de route voegden Chinezen zich aan bij de stoet. Geheel in traditionele kleding, geleid door twee draken. De groepen liepen de hele Henk Arendstraat en eindigden op het Onafhankelijkheidsplein. Daar hebben de verschillende groepen op het podium nog eens gedanst en is de dag met alle culturen en bevolkingsgroepen gevierd. Opvallende kleuren en mooie patronen die voorwerpen voor dagelijks gebruik veranderen in kunstwerken. Vandaag kregen de kinderen een workshop om een Timbe schilderij te maken onder leiding van een Timbe kunstenaar. De Marons of Fimang, zoals velen zichzelf liever noemen, staan al lang bekend om hun Timbe. Traditionele kunstvormen zoals bouwkunst, levendig gekleurd textiel en ingewikkeld gesneden gebruiksvoorwerpen zoals kammen, borden, lepels, voorgevels van een huis en pagaaien. De Maron Vrouwennetwerk organiseerde vandaag een Timbe workshop voor jongeren tussen de 10 en de 15 jaar. Vandaag is onze Marondag, 10 oktober. En vandaag is onze introductiedag van onze workshop. En Timbe houdt in een van onze kunstwerken, onze cultuur. Dus daarom is er gekozen voor Timbe om die kinderen te leren van onze kunstwerk. Hoe we het in het verleden deden en wat het betekent. Het heeft een betekenis en dat willen we graag overdragen aan de kinderen, zowel volwassenen. De geschiedenis van Timbe gaat terug tot de slaventijd. Vroeger werd er heel weinig gereedschappen gebruikt om een Timbe kunstwerk te maken. Tegenwoordig maken zij gebruik van machines zoals kettingzagen en elektrische boren. Maar baka die den konde den serifi na den dorpu. Dat den begin. Moide also den boto den pari. Den matananga ala sansa de be apfanuru ala dei. Ik ben hier gekomen om te kijken wat ik kan tekenen. Om over dingen te leren, de Timbe. Dat ik een paar dingen kan leren om te tekenen. De reden waarom ik gekozen heb om mee te doen is meer een te weten over mijn cultuur in plaats van de hele dag op social media te zijn, TikTok. Elk symbool heeft haar eigen betekenis. Iemand kiest een symbool aan de hand van een bepaald gevoel of herinnering. Begin aan kort na een nefi, kort na Udu. Die ating heb ze dat de beginsman voor je bakken die de serve met de verf in de Udu merken. Die de concept zijn bijvoorbeeld Paramaribo, dat de bij verf. Dat is een beetje nu. Dus je hebt van Oudu met Timbe, je hebt een passage van Oudu. Met het boton naar Timbe toe, dat is een actie Oudu. Dan een trace je krima in zijn fabotete. Pari naar Oudu, je hebt een nefie van Oudu, verfi, passer, passage van Wekaye. Dan een juffrouw. Ik heb een veger, potlood op een blaadje getekend en daarna moeten we gewoon verven en zo. Dus het past niet te veel en ook een ding, een passer. Vroeger maakten de Marons kunstvoorwerpen met mooie figuren voor eigen gebruik of voor familie, kennissen en vrienden. Vanaf de jaren 50, door frequente contacten met de kust, is men overgegaan tot het verkopen van houtsnijwerk in de winkels in Paramaribo voor toeristen. En dat was het voor het jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Sribi Shwiti, Tetamara. Doei doei. Thank you.